Een bijzonder fragment, Rafael van der Vaart onderging een simulatiebevalling voor de online serie Onvoorspelbaar. De voetballer schreeuwt het uit van de pijn, stop, stop. Ik wil niet meer. Rafael weet inmiddels als geen ander wat vrouwen te verduren hebben tijdens een bevalling. In het programma Onvoorspelbaar doen de voetballer en voetbalpresentator Jan Joost voorspellingen voor wedstrijden. Als ze een voorspelling onjuist hebben, dreigt er een pijnlijke opdracht. Tekst gaat verder onder advertentie. Kinderen. Rafael is zelf vader van twee kinderen. Damian van 14 jaar oud die hij kreeg met Sylvie Meijs, en dochtertje Jeslin die hij 3 jaar geleden samen met Estefana Polman verwelkomde. Rafael mocht nu als geen ander ondervinden wat zijn ex-vrouwen hebben moeten doorstaan om zijn kinderen op de wereld te zetten. Vlak voor de bevalling wordt Rafael nog even toegesproken door zijn vriendin Estefana. Nee. Lekker voor jullie, aldus een lachende Estefana. Heerlijk, zeg, spreekt ze haar vriend toe. Simulatiebevalling en dan kan het echte werk gaan beginnen. Als de voormalige topsporter eenmaal aangesloten is op de simulator, schreeuwt hij het uit van de pijn. Dit was een test 2, ongeveer 30% van de pijn die jullie gaan doormaken, legt de vrouw uit. Toch? Reageert een niet wat geschrokken Rafael. De pijn wordt steeds heftiger, evenals het geschreeuw van de mannen. Het lijkt wel alsof mijn buikspier gebroken is, piept de voetballer uit. Als het aan hem ligt, wordt de stekker er zo snel mogelijk uitgetrokken. Ik heb nu respect voor vrouwen, dus het is genoeg toch? Bekijk de video hier, Let's Block ADS.